vind deze bijeenkomst van NL Groeit heel erg leuk omdat je andere ondernemers spreekt. Je deelt ervaringen. Ik heb vanavond heel veel andere ondernemers gehoord die eigenlijk met dezelfde problemen kampen of dezelfde uitdagingen te maken hebben. Een soort van herkenning, maar ook dat je elkaar handreikingen kan doen. Hoe je met zaken om moet gaan of ze op moet lossen. We zaten aan tafel met mensen die al heel veel ervaring hebben met een doormaken van een grote groei. En mensen die nog echt in het beginstadium zitten. En juist die verschillende stadia en dat elkaar daarbij kunnen helpen, vond ik erg interessant. Tips uitwisselen en luisteren naar de verhalen van anderen. Degene die je spreekt, die het al hebben meegemaakt, hè, of die al een bepaalde fase door zijn waar wij nu in zitten. Dat je daar veel van kan leren, dus je kan wat kennis en ervaring uitwisselen. Ja, het zijn gewoon positieve en leuke karakters. Dat is toch ook wel vaak wat ondernemers een beetje ondernemer maakt. Ik denk van nature dat de Zeeuwse ondernemer ingetogen is. Standvastig, heel erg standvastig en tikkeltje eigenwijs en innovatief denk ik ook. De Zeeuwse nuchterheid, ja, dat is denk ik iets wat we allemaal kennen. Redelijk stabiel, redelijk standvastig. We gaan uit van een stabiele basis en daarop gaan ze bouwen. Ook wel een beetje wars van verandering. Wel eerst de kat uit de boom kijken en pas als iedereen het doet na, dan zal het wel goed zijn. Zeeland moet misschien wat minder bescheiden zijn. En Zeeland heeft heel veel kennis en kunde in huis. En ik denk dat we dat ongelooflijk goed zouden kunnen benutten. Een van de tips die ik heb gekregen was echt om goed te gaan kijken naar de manier waarop je organisatiestructuur in elkaar zit. Zeker als je groeit, dan zul je op een gegeven moment beslissingen moeten nemen in de manier waarop je een organisatie aanstuurt. Ja, een tip die ik kreeg van een ondernemer die al een aantal fases verder is, is dat ik soms wat verder moet kijken dan mijn eigen horizon. Ik denk dat je met een mentor inderdaad dus gewoon wat dieper op de probleemstelling in kan gaan. Nou, wat ik zeker aan een mentor zou vragen is hoe hij door de fase is gegaan waarin wij nu zitten. Als je groeit, ja, dan horen uitdagingen bij en dat is, ja, daar is je mentor op zich wel geschikt voor.